gesneeuwd vannacht. Het is al bijna weer weg, zoals je kan zien. De temperaturen zijn er niet naar dat het echt blijft liggen. Daar ben ik stiekem wel blij mee, want... Even wachten hoor, dan kan ik jullie ook even aankijken. Goedemorgen. Dat valt me nog mee. Ik ben net wakker, het is 9:15. En ja, ik ben niet zo blij met sneeuw hier. Ik ben heel blij met sneeuw als ik ga skiën in Oostenrijk. Maar in Nederland ben ik er altijd een beetje huiverig voor. In de zin van, het is met die rolstoel zo niet te doen, jongens. Het is alsof je door mulzand moet rijden. Kijk, als ik eenmaal in de auto zit, vind ik het allemaal niet zo erg meer. Ik vind het niet erg als het glad of wat dan ook met de auto of zo. Dat vind ik allemaal, ja, het is niet fijn, maar ik vind dat niet eng of zo. Maar ik vind het gewoon heel lastig om dan met mijn rolstoel te rijden. Dus dat is het eigenlijk meer. Dus ik ben blij dat het in ieder geval op de wegen weer weg is. Kijk, op de daken en op het gras en zo mag het van mij wel blijven liggen. Want het is toch ook wel een heel mooi gezicht. Het maakt het kerstgevoel wel helemaal af, zullen we maar zeggen. Goed, ik ga lekker aan de koffie en aan de edit. Dat is wat ik vooral vandaag ga doen. Ik wil weer een paar dagen vooruit lopen met editen. En dan om 3:00 vanmiddag heb ik met Jeroen afgesproken. Dan ga ik naar hem toe. En dan eet ik daar lekker. Dus daar gaan jullie ook mee naartoe. Nou, goed begin van de dag zo. Zo, gedoucht, aangekleed. Het is nog steeds, ik weet niet of je het kan zien, ja, super mistig buiten. Maar het sneeuwt in ieder geval niet meer. Tenminste, nee, volgens mij niet. Volgens mij is het daar ook echt te warm voor nog. Adventkalenders openmaken. Beginnen met die van de... Oeh, blijf staan. Douglas, nummertje 16. En dan ga ik even kijken. Ik vind altijd als eerste de dag erna. Maar die ben ik er de dag erna dan al wel weer kwijt. Oh, 16 is hier. Oeps. Even kijken hoe ik dit ga laten zien. Vakje 16 is leeg. Nou, vermoed ik, want het is een hele leuke... Oh, jullie vallen. Ja. Het is een hele leuke adventkalender, maar hij is niet heel stevig. Dus nou vermoed ik dat er ergens iets ingevallen is. Nummer 9 overgeslagen. Ik zie ineens hier bij nummer 9 een kwastje. Jongens, ben ik ergens de mist in gegaan? Wanneer was het de 10e? 6 dagen geleden. Even kijken. Het is natuurlijk de afgelopen dagen een beetje rommelig geweest. Maandag. Maandag heb ik hem toch gewoon opengemaakt. Ik ga straks even in de beelden terugkijken, want dat is wel spannend. Nee, de 9e. Was het maandag de 9e? Praktier. Nee, dat was zondag. Zondag heb ik hem opengemaakt, dat weet ik zeker. Dat hebben jullie vandaag gezien. Straks even kijken wat ik nou vandaag heb uitgepakt. Want dit is niet het cadeautje wat bij de... vandaag hoorde. Maar misschien heb ik toen wel uitgepakt wat bij... wordt vervolgd. Oh, het is soms zo ingewikkeld met die dagen en het week vooruitlopen. Maar goed, geeft niet.
Want nu, zoals jullie weten, doe ik die eerst van niks, omdat die op volgorde is. Hoef ik niet te denken welke ik hoef uit te pakken. Dat is gewoon de ene laatste alweer, jongens. Oh, jeetje, Mina, dan is die alweer klaar. Morgen is de laatste. Licorice Lane. Twisted. Oogschaduw. Oh, wauw. Donker kleurtje. Maar wel heel mooi, want er zit ook een glimmertje in. Daar hou ik van. In de bak. En dan. Ook, tenminste, die van NYX loopt tot de 24ste. Oh, 20 voor deze ook. Dus ook hiervan nummertje 23. De rest zou allemaal open moeten zijn. Dat klopt ook wel. 23 zit hier. Weer nagellakbeet. Oh jongens. Ik heb toch in één keer een nagellakstashje opgebouwd. Niet normaal. Een gabe. Chic hoor. Leuk. Zilver, goud. Ja, dat zijn allemaal wel hele kerstige kleurtjes. Dat doet de Action goed. Dus dat is wel echt heel leuk. Nou, morgen de laatste. En dan ga ik nu eens even kijken. Ik was toch een dopje kwijt gisteren. Ik heb het gevonden. Dat komt er net uitvallen. Goed. Oh, dit gaat weer echt op zijn Bianca's. Maar goed. Ik ga eens even kijken hoe dat nou zit met die van de Douglas. Heel apart. Ik ga eventjes in de beelden kijken wat ik de 9e heb uitgepakt. Is dat nou, lijkt dat op de vorm van wat ik vandaag had moeten uitpakken? Helemaal top. En anders ben ik gewoon iets kwijt. Nou ja, we gaan het zien. Ik had in mijn kerstpakket een fles appelblauwe bessensap gekregen. Ziet er een beetje smoezelig uit of zo. Ik ga het even proeven. Ik ben wel heel benieuwd. Oh. Nou, dat had ik niet verwacht. Dat is echt heel lekker. Ja, heel erg lekker zelfs. Nou, dat valt dan weer mee. Even teruggekeken en inderdaad, dat cadeautje van vandaag waren die schabloontjes. En als ik kijk naar hoe het vakje eruit ziet van vandaag, zou dat best eens kunnen zijn dat ik dus vorige week per ongeluk vakje 16 heb opengemaakt en niet vakje 9. Dus ja, dan bestempelen we dit kwastje gewoon als het cadeautje van vandaag. Ik vind het een goede deal. Grappig. Ik weet ook niet waar het mis is gegaan, want bijna altijd maak ik het in beeld, het vakje open. En precies de dag dat vandaag online kwam, zeg maar, doe ik het buitenbeeld. Dus ik kan ook niet zien wat ik gedaan heb. Nou ja, het is goed gekomen in ieder geval. Zo, ik ben er. Al een hele poos eigenlijk. Kijk, Jeroen heeft ook gezellig een boom staan. Huh? Oh, zo. Echt heel leuk. Maar hij is aan het koken, dus we gaan even bij hem kijken. Tenminste, als ik dit red. Met één hand. Is dat nog niet heel makkelijk. Goed, dat komt goed. Zo, even in het donker. Nou, het valt nog mee. En weer naar het licht. Hey! Hey! Kom even bij je kijken, mag dat? Ja, natuurlijk. Ik had al aangekondigd dat ik naar je toe ging en dat ik hier vast mocht vloggen. Ja. Je bent ongeveer een van de weinigen, nou ja, buiten mijn familie om waar dat wel oké is, dus dat vind ik altijd wel leuk. Nee, dus we gaan even kijken. Als jij blijft staan, ja? Kan ik even om je heen. Oh jongens, als jullie dit nou eens zouden kunnen ruiken. Goh, het ruikt dat, heerlijk. Dat kan niet op beeld. Nee, hè, dat is jammer. Nee. Wat ga je nu doen? Ik ga nu even de komkommer snijden. Ja. We eten een rundvleescurry met rijst. En jouw kost past daar wel goed bij.
Heerlijk. Dus moet ik even opletten, want dan sla ik weer in mijn vingers. Doe dat nou maar niet. Twee keer zo vandaag. Lijkt me geen goed idee. Oh, kijk nou. Heerlijk. Even terug. Oh, je gooide al iets weg. Ik denk... Ja, het slompje van de kompoffer. Ik dacht je... Ik dacht je laat wat vallen. Maar dat valt niet. Ik dacht het topje van mijn duim net in de prullenbak had gegooid. Ja, misschien wel, ja. Dan kan ik wel, dan heb ik wel een hele leuke titel voor mijn vlog, zeg maar. Ja, de handfluit is at home. Dat trekt wel kijkers, zeg maar. Misschien bepaalde van, soorten publiek. Topje van vinger af of zo. Ja, precies. Ja, mensen die van... hadden we eigenlijk met Halloween moeten doen. Nou ja, misschien wel. Dat had beter. Pas niet zo leuk in de kerstgedachten. Zo groot. Ja, dat is waar. De kleur dan ook wel. De kommer is groen, dus zolang ik niet knoei, kan het nog steeds. Oké. Okay. Nou, ik ga jullie straks nog wel even het eindresultaat laten zien, want dat moet goed komen zo te ruiken. Echt lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh, en pad leeg. Dus inmiddels zijn we aan het toetje begonnen. Jeroen heeft zelf chocolademousse gemaakt. En wat vinden we ervan? Ja, lekker. Ja, hè? Het is altijd met chocola. Dat is waar. Ja, hij is wel echt heel lekker. Hij is wel heel zoet, maar wel echt heel lekker. Dus nou, ik ga kijken. Kijk, want hij zegt een schaaltje. Dus, ik ga kijken hoe ver ik kom. Zo, ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig bij Jeroen. Onwijs lekker gegeten en heerlijk bijgekletst. Tweede kerstdag zien we elkaar weer, want dan is hij hier. Dus dat is ook heel gezellig. En nu ben ik thuis en net op tijd voor Heel Holland Bakt. Dus daar ga ik nu eventjes van genieten. Ik heb tot nu toe 3 favorieten. Eigenlijk Cas en Maruska heet zij. En Liesbeth vind ik toch eigenlijk ook wel tof. Dus dat zijn tot nu toe mijn 3 favorieten. Maar ik ben benieuwd of ik er straks na deze aflevering nog zo over denk. We gaan het zien. Nou, Heel Holland Bakt was echt leuk. Ik vind het zo gaaf om naar te kijken. Ik heb zelf helemaal niks met bakken, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het gewoon een leuk programma. En nou, mijn favorietjes zitten er nog in, dus dat is fijn. Daar ben ik ook altijd wel blij om. Ik ga zo lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, doe dan een duimpje omhoog. Zit er nou wat op mijn lens? Ja, er zat een haartje op. Sorry, afgeleid. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan gezellig. YouTube had wat abonnees opgeruimd, dus ik had er ineens een stukje minder. Maar ik heb er inmiddels weer 155, dus dat is ook mooi. Slaap lekker of heb een fijne dag en ik zie jullie morgen weer.